bereid om te komen, uw hart te geven, zodat u vernieuwd kunt worden en uw hart gevuld kan worden, zodat die lege plaats in uw hart niet langer leeg zal zijn, maar gevuld zal kunnen worden met de liefde van Jezus. God wil voor u zorgen. Jezus is hier om zichzelf bekend te maken aan u. Hij zorgt voor heel de schepping. En zijn hand wil uw ziel vertroosten. Hij wil bij u zijn tot aan de einde der van de wereld. Hij wil altijd met u zijn. Bidden is contact hebben met God. Maar als je bidt, dan richt je niet op andere mensen om je heen of jezelf. Dus niet als je gaat bidden in je kamer en dan loopt je broertje daar rond en dan reageer je op je broertje en dan dat verstoort je bidden. Nou, omdat God onze Vader is, mogen wij ons persoonlijk tot hem richten. Ik wil beginnen bij Handelingen 1, vers 1. Dan weten jullie allemaal wat er staat natuurlijk. Wat is de tijd die we nu een beetje in zijn gegaan, die we nu meemaken? Handelingen 1, vers 1. Dat is, en nou lees het voor jezelf, maar ik ga het niet voorlezen ook. Dat is dat Jezus opgenomen wordt aan de wolk en dat die Judese man staat te staren naar het lijf. Wens er nog iemand gebed halen voor van de week, afgelopen week of u wil bemoedigd worden, misschien Jean-Pierre, bemoedigd worden of gebed. Wens je gebed voor deze week of afgelopen week of voor wat dan ook, voor situaties. Dat kun je jezelf ook misschien bereid is. Hallo, misschien niet. Jan, nu is het tijd. We hebben het net gezegd, kom, nu is het tijd. En dan zei hij tot hen, ik heb vurig begint dit Pascha met u te eten, eer ik lijd. Want ik zeg u, ik zal voorzeker niet meer eten voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods. Ik dood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hem, zeggende, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Ik zal erbij gestaan, gemeente. En dan wil ik bidden voor een ieder. Dat ja, we elke keer als we het vieren, Heer, dat we er bepaald mogen worden, Heer, wat u voor ons gedaan hebt, Heer. Wat u voor ons aan het kruis gegaan bent, Heer. En dat u vurig begeert, Heer, om Pascha met ons te delen, Heer. Dat u vurig begeert, Heer, om een relatie met ons te hebben, Heer. Heer, een vriendschappelijke relatie, Heer. Heer, dat we u ook alle eer en glorie mogen geven, Heer. Met onze handel, met onze wandel, met ons doen, gelaten, met ons werk, Heer. Heer, met wat te zeggen, met wat te zeggen en wat niet te zeggen, Heer. Heer, dat we verstandige mensen mogen zijn, Heer, die zo uw licht mogen verspreiden, Heer. Heer, zo wees met uw geest vaardig, Heer, over ieder van ons, Heer. Heer, als er dingen zijn in ons hart wat niet op orde is, Heer. Heer, dat we een moment zullen nemen, Heer, om het op orde te maken met u, Heer. Zo wees vaardig met uw geest, Heer, en spreek tot in ieder zijn hart, Heer. Halleluja. We zijn gewoon kerk met z'n allen. Gewoon heilig aan. Deze brood, gesymboliseerd uw lichaam, Vader. Zegenen, Vader, op dit moment. Heer, u bent ons God en gehoord, Heer. Voor
Jezus, dat u mij uit de put getrokken heeft, Vader. Dank u, Jezus, dat u ingegrepen heeft in mijn leven, Vader. En dat u mij een nieuw leven heeft gegeven. Dank u wel, Vader, dat u het licht bent in de duisternis, o Heere. Dank u, Jezus, dat u me blij maakt, Heer, in tijden van moeite, in tijden van zwaarte, in tijden van duisternis, o Heere. Dat ik naar u mag komen en dat u daar bent, o Heere. Heer, het is daar klaar, Vader. Heer, het wij alles nu open met mijn plek, Vader. Heer, dat u de weg laat zien. Jongens, wilt u ons ook zegenen hier op deze plek, Heer. De mensen die het horen, dat het in hun hart gezet mag worden. En dat het ook uit zal mogen komen. En dat mogen zien wie u bent, dat ze u mogen leren kennen. Heer, ik wil bemiddelen tussen uw Heilige Geest en de mensen. De zaden geplant mogen worden in het diepste van hun hart en een uitwerking mogen gaan hebben. I want to get in a yoka ki te Seigneur parce que Rémi asali ko me en parole non asako évangéliser mais si ka muta ko ko lo ba ko soir raison te mais Seigneur incrédulité ton ka te mité ma ba en ensemble mais Seigneur toucher incrédulité nyoso parce que ba na nzambe ba sila ko pika ozali nzambe ba o pe ba biso le to ndime le po to zali na o ba ndi ba bonde le ko na biso le po zali ko bon Oh Yahweh, oh Nimbisanga Yahweh. Oh Nimbisanga Yahweh. Oh Nimbisanga. Hallelujah. Seigneur Jésus. Zapena bolingo pe nzambena kimia na tondi lususumini koleka mokonzi mpo na ntango kitoko osali kati na biso na moko na lelo papa na komisi ozwa lokumu mpo te ozali nzambe ozali alpha pe omega ozali shilo ozali nzambe jire. Dat wij deelgenoten zijn van de hemelse roeping die u voor ons heeft. Heer, waar we reeds in wandelen, Vader. Heer, maar help ons, Heer, om u nog vuriger te begeren, Vader. Heer, zoals u ook begeerde om het maaltijd met ons te hebben, Vader, een gemeenschap met ons te leven. Heer, dank u dat ik tot u mag naderen. Hoe groot en veel er mijn zonden ook zijn. Ik dank u. L'altra missione è la passione in bici, molto di lacrime chiude. Geva o ti sbuchta l'alam, amin, amin. Jezus, voor deze mooie dag, dat we nog meer geloof kunnen krijgen. Vandaag weer bij elkaar mogen zijn. En ja. Dank u ook dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. En dat alle zonden, dat u die meegenomen in de dood. En dat... Koningen te verhogen. U en u alleen bent waard, Heer. Alle lof en alle eer. En u zal spoedig wederkomen, Heer. En daarom vul uw kinderen met de kracht van uw geest. Vul uw gemeente met de kracht van uw geest, Heer. Vul uw gemeente en uw kinderen, Heer. In de volwassen salving en kracht en heerlijkheid van u, Heer. Opdat uw heerlijkheid gezien en weerspiegeld zal worden in deze wereld. Uw koningschap zal heersen, Heer. O Heer, en als u oordeel zal geven, wees genadig, Heer. Wees toch genadig. Laat uw genade rijk en overvloedig zijn.